het heel leuk is. En we geen zadelpijn gaan krijgen vandaag. We zijn hier vandaag voor het Stichting Symfonieplein. We zijn hier met onze puzzeltocht bezig. En hier heb je onze derde en vierde post. Voor de kleine route is dit de vierde post. Voor de grote route is dit de derde post. En we zijn hier lekker bezig. Wij organiseren normaal gesproken ook het zomerfeest, Halloween. Met de kerst doen we altijd wat. En we zijn eigenlijk altijd op zoek naar vrijwilligers. Dus als je je eigen aan wil melden, heel graag. Ik wil even neermijlen. Dat is de nieuwe kerk, hè? Hier het labyrinth. Wie is het midden uiteraard? Hier is de start en er is maar één goede route. En het gaat op tijd. Er zijn er al een paar voor u geweest. Als die in een gat tussendoor valt, dan moeten we overnieuw beginnen. Dus dat zou zonde zijn. Nee, geen discussie. Je moet hem gewoon rustiger houden. Je moet hem wat stabieler houden. Ja. Go! Daar moeten we even voorzichtig. Dan komen de gaatjes. Wat een fanatieke werven. Dat is ook moeilijk. Daar waren wij drie. Ja, dan gaan we daar tijd mee bespreken. Ja, klopt. Ja. Een of andere honkbal scheidsrechter of zo. Moeilijke man. Nou, dat is hij in werkelijkheid ook. Ja, dat is hij. Of zo. Dat is Rita Corita. Rita Corita. Dat is We moeten een puzzel maken met een vraag en een antwoord binnen 4 minuten. En bij 5 minuten mogen we of we een zin goed leggen of we nog even 3 te maken. Ja. Hoe lang is een parcours? Hoe lang? Hebben we geen haan. Ver? Nou, op zich is het wel een goede opmerking, want we hebben natuurlijk elke keer een opdracht die we moeten doen en dan is er iets in de buurt. Ja, maar je hebt geen C, dus je kan geen school. Maar het is alleen de vraag of ook het antwoord? Ook het antwoord. Ook het antwoord.